Sydney, een World Cup voor jou in Emmen, hoe is dat? Het is heel inspirerend en heel leuk om mee te doen. En ik vind het geweldig dat zoiets in Nederland kan plaatsvinden. Ja, want je hebt vandaag de tijdrit gehad. Ja. Hoe is die verlopen voor jou? Voor mij is het niet zoals gehoopt. Ik ben 23ste geworden. En ik denk dat ik een beetje te fanatiek ben begonnen. Waardoor ik later de tweede ronde een beetje moet... niet genoeg had om uiteindelijk mijn gewenste vermogen en tijd te behalen. Is de tijdrit echt jouw onderdeel? Dat is het. Je hebt twee onderdelen. Je hebt tijdrit en wegwedstrijd. En wegwedstrijd ben ik eigenlijk pas beter bij mij. En die tijdrit, ja, door een of andere manier, dat wil niet tot op heden niet echt lukken. Als we even kijken naar jouw persoonlijke verhaal. Je bent geboren op Curaçao. Ja. Hoe ben jij in Nederland terechtgekomen? Ik ben in 2001 naar Nederland gekomen. Door mijn moeder gestuurd eigenlijk. Voor een betere opleiding. Want als je Curaçao kijkt in Nederland, hier heb je de mogelijkheden van alles zijn een stuk beter. Dus eigenlijk, dat was de bedoeling toen ik naar Nederland kwam. Is dat ook gebeurd? Ja, dat is zo gebeurd. Ik ben in 2001 nogmaals in Nederland gekomen. En als valide, want dat moet ik ook gezegd worden. En vrij snel, misschien... Sorry hoor, dit heb ik ook voor de eerste keer. Dat doe ik ook voor de eerste keer. En wat? Je kwam hier naar Nederland voor een betere opleiding. Je kwam in Leeuwarden terecht. Leeuwarden, goed, ja. Wat gebeurde er toen? Het is in 2001 ben ik gekomen en vrij snel ben ik... ik ben vanaf kleins af, weet je wel, hoe kan ik het beter zeggen? Voel ik me beter op straat, dat soort dingen. En toen ik naar Nederland kwam, eigenlijk voor betere mogelijkheden, maar vrij snel heb ik me aangesloten in toendertijd. Jongens die, straatjongens die op dat moment niet goede dingen deden, waardoor ik ook heel makkelijk inging. Dus je kwam, om het zo maar even te zeggen, in de verkeerde kringen terecht? Absoluut, absoluut, ja. Ja, verkeerde kringen, ja, het is eindelijk mijn eigen keuze, maar zo kan je het ook zeggen, ja. En uiteindelijk, door in die verkeerde kringen terecht te komen, ben jij ook Paralympisch geworden, om het zo maar even te zeggen. Ja. Wat is er precies gebeurd? Ik ben in 2008 neergeschoten in mijn rug, waardoor ik uiteindelijk een dwarslesie heb opgelopen. En dat is ook gevolg van die levensstijl die ik toen leefde. En dat was de eerste 2 jaar, was heel moeilijk, tot 2010, 11 ongeveer. En daarna dacht ik tegen mezelf van, ik kan mezelf niet zo afsluiten van de wereld, weet je wel. Het is moeilijk wat is met mij gebeurd. Ook een beetje eigen schuld, want mijn moeder zegt me altijd, jongen, ga naar school, doe iets met je leven. Maar ik voelde me toch op dat moment te aantrekkelijk met het geld, het snelle leven. Waardoor ik niet de keuze wou maken om de positieve te doen. Dus na 3 jaar dacht ik van, dit kan ik niet meer, weet je. Ik kan niet thuis zitten, woeden. Ja, ik wou ook dezelfde doen met diegene die mij dit heeft aangedaan. En op een gegeven moment ben ik naar Amsterdam verhuisd, want het is gebeurd in Leeuwarden. En daar vandaan dacht ik, weet je, ik ga wat doen. Ik ging op internet zoeken en zo kom ik bij OnlyFriends. Het is een sportclub voor mensen met een beperking in Amsterdam, waar ik momenteel woon. En zo is het verder gegroeid eigenlijk. Ik ben mezelf aangemeld voor een rolstoelbasketbal. Want daar heb ik eigenlijk een link via het revalidatiecentrum. En een jaar ongeveer spelend rolstoelbasketbal ben ik in aanraking gekomen met fietsen. Ook zo naar die berg Alpe d'Huez, die heb ik ook beklommen. En daar bleek dat ik een beetje talent in heb. En vandaar die switch van rolstoelbasketbal naar fietsen. Ja, dus eigenlijk, als je nou terugkijkt, het feit dat jij neergeschoten werd, heeft iets positiefs opgeleverd uiteindelijk? Absoluut, absoluut. Ik zeg altijd, het klinkt een beetje gek, dat het beste wat is me overkomen is toch dat ik neergeschoten werd. Omdat daarvoor heb ik een heleboel kansen gekregen om eruit te gaan, weet je wel. Ik was betrokken bij ook daarvoor het andere schietpartij, maar blijkbaar was het
Die aantrekkingskracht was zo sterk dat ik niet kon uitstappen. Dus dit had moeten gebeuren. En jouw droom nu? Paralympische Spelen, Tokio 2020? Absoluut. Als ik die verhaal van Bebian hoor, dan hoop ik alleen maar dat ik tenminste 2% of 20% van haar dingen kan behalen. Weet je wel. Echt inspirerend, motiverend. En uiteindelijk mijn doel, droom is Tokio, ja. Heel veel succes, dankjewel. Sydney Bito.